Welkom bij de Marktnavigators, een serie van interviews met beleggingsexperts. En vandaag zijn we te gast bij Links op de Herengracht. Op een van de duurste stukjes vierkante meter van de vastgoedprijzen in heel Amsterdam. In de Gouden Bocht. En we gaan hier in ieder geval een waardevol interview houden met een van de experts van Links. Dus ik zou zeggen, ga mee naar binnen en dan gaan we daar het gesprek verder zetten. Hartelijk welkom bij de Marktnavigators. We zijn op dit moment te gast bij Links in Amsterdam op het hoofdkantoor. En we gaan vandaag praten over wat zijn op dit moment de belangrijkste trends. En we hebben een belangrijke persoon van Links voor de camera gekregen. Misschien is het goed dat je jezelf eventjes introduceert aan de mensen, de kijkers van beleggen.com. Wie je bent, wat je doet en wat je bij Links doet. Ja, ik ben Wubbe Bos. Ik ben beleggingsspecialist bij Links. Ik geef hier onder andere marktadvies, maar ja, ook een kijk op de markt. En verder. Vraag vind ik ook wel die bij mij altijd speelt is van hoe zorg je ervoor dat particuliere beleggers ook gewoon de juiste trends kunnen ontdekken? Wat doen jullie daarmee en wat zijn op dit moment volgens jou de beste of de belangrijkste trends voor een particuliere belegger op dit moment? Qua trends zijn er natuurlijk een hele hoop trends. We zien de laatste tijd, eigenlijk afgelopen jaar, een beetje toch wel een slecht beursjaar te noemen. Maar toch wel opvallend dat we echt wel ook wel redelijke hypes hadden natuurlijk. Ja, met Bitcoin veel genoemd. Maar je ziet het ook met wietaandelen en nu bijvoorbeeld weer. Dat schiet dan omhoog opeens. Dus ja, dat zegt ook wel iets over de markt. Dat toch, er zit toch wel geld. Zit te wachten op een bepaald soort kansen waar mensen dan in proberen te springen. Je ziet natuurlijk wat langere termijn. Allemaal trends als de opkomst van software. Dat helpt natuurlijk ook bij het beleggen natuurlijk. Dat wordt steeds meer gebruik van. Iedereen maakt daar gebruik van. Eten online bestellen en dergelijke. Dus software is gewoon een hele lange termijn trend en toch wel ook een belangrijk thema is de groene energie. Interessant punt denk ik ook, de groene energie. We hebben net ook een heel mooi interview gedaan met Robert Rubinstein en hij heeft in ieder geval ook hele waardevolle inzichten gegeven in de 25 jaar ervaring die hij inmiddels heeft opgedaan op het gebied van duurzame energie. Zijn er bepaalde trends binnen die duurzame energie die jij op dit moment interessant vindt om te volgen? Er zijn meerdere trends die interessant zijn om te volgen. En ik denk dat ook een beetje persoonlijke smaak is of je nou meer richting bijvoorbeeld zonne-energie of wat je interessant vindt. Maar ik denk vooral dat het ook heel belangrijk is voor beleggers om goed naar de waarderingen te kijken van de aandelen binnen zo'n sector. Stel, ik ben positief over een bepaalde sector. Ik bedoel, veel van die groene energie zit natuurlijk veel groei in. Maar de vraag is wel, sommige bedrijven hebben niet echt een bedrijfsmodel wat echt getest is. Soms is dat experimenteel, kan ook goed uitpakken, maar dat je daar gedegen onderzoek naar doet. En niet te veel alleen de droom koopt, maar ook, ook echt wat waarde. Ja, want een droomkoper, doe je op Tesla bijvoorbeeld? Want er zijn natuurlijk gewoon aandelen die op dit moment een waardering kennen die redelijk, redelijk stevig zijn, zeg maar. Ja, bijvoorbeeld Tesla is daar een beetje een voorbeeld van. We weten natuurlijk allemaal niet zo goed hoe de auto's over 10 jaar eruit gaan zien. Maar het probleem is dat niemand dat eigenlijk weet. Dus dat is een risico. Je ziet nu wel in deze markt echt weer bepaalde aandelen oplopen. Alsof het een beetje weer de tech-hype 1999 is. Dat zie je ook met Bitcoin dingen die heel erg oplopen zonder dat daar echt een duidelijke waarde onder zit. Tesla bijvoorbeeld maakt niet relatief weinig auto's. Misschien gaan ze in de toekomst wel meer maken. Maar dan moeten ze ook meer fabrieken bouwen. Er zitten heel lopen kapitaalintensieve investeringen achter. Dus het is geen makkelijke industrie om in te zitten. Nee. Wel hele mooie auto's. Ik zag een tijdje geleden de lancering van de Tesla Roadster. Dus die, ik geloof dat binnen 2 seconden dat je dan op de 100 km per uur zit. Top van 400 km per uur. Dus ze zijn wel bezig ook met hele grote vernieuwingen daarbij. Waarbij denk ik ook wel van belang is dat bepaalde bedrijven natuurlijk in de aanloopfase, als je bijvoorbeeld kijkt naar Amazon, dat je die in een vroegtijdig stadium eigenlijk koopt, die uiteindelijk wel een hele grote invloed kunnen hebben. Dus dat blijft ook altijd lastig voor beleggers om precies vast te stellen van in welke fase zit zo'n bedrijf. Wat is jouw idee met Tesla? Zou dat een hype zijn of zou het iets zijn wat alle Amazon 20 jaar geleden zeg maar zou zijn? Ja, ik vind het lastig. Om de analogie met Amazon door te trekken, zeg maar, lijkt het mij een beetje op Amazon 1999, maar dat zakte in 2000 ook nog 90% weg. Dus het voelt me meer een beetje als toen, zeg maar. Er is nog weinig substantie nu en er is wel een mooie visie. En misschien wordt het ook wel werkelijkheid, maar
Ja, de auto-industrie is altijd heel competitief geweest en vooral ook heel kapitaalintensief. En als je heel hard wil groeien, dan is vooral het laatste heel nadelig. Dan heb ik eigenlijk liever, ja, neem een zoekmachine zoals Google. Dat kan heel erg groeien zonder dat het al te grote investeringen hoeft te doen. En daardoor kan het rendement voor beleggers ook groter zijn. Dat zie je bij Amazon natuurlijk ook. Veel dingen die online gebeuren, daar is niet zo heel veel kapitaal voor nodig om echt te groeien. En dat zijn eigenlijk de lucratiefste dingen als je denkt dat het echt een groeimarkt is. Ja, ja. Nou, ik denk dat dat inderdaad ook wel een heel mooi voorbeeld is. Want als je kijkt naar Amazon bijvoorbeeld, die is 100.000% gestegen in de afgelopen jaar. Dat is waanzinnig, vind ik, 100.000%. En vooral inderdaad, denk ik, omdat het gewoon weinig kapitaal vraagt. En ja, zo zijn natuurlijk gewoon heel veel voorbeelden ook te bedenken van andere bedrijven. Heb je nog meer voorbeelden daarvan, van bedrijven die weinig kapitaal intensief zijn en wel een enorme groei kunnen doormaken? Ja, nou, we hebben natuurlijk bijvoorbeeld de vangaandelen worden dan genoemd. Dan zijn ze lang niet allemaal kapitaal intensief. Als je bijvoorbeeld naar Facebook kijkt, er is de laatste tijd natuurlijk veel te controverse over. Deels natuurlijk ook terecht, maar is totaal niet kapitaal intensief. Uiteindelijk is het gewoon een website die runt of een app. Het kost eigenlijk vrij weinig. En als je op jouw mobieltje draait, dan is de hardware waarop draait dus ook van jou. Dus uiteindelijk zijn de kosten voor Facebook niet zo groot. Dus als dat groeit, dus als het aantal klanten toeneemt, dan is het eigenlijk allemaal extra winst. Dus wat dat betreft is dat voor een groeiend bedrijf een beter businessmodel. Ja, mocht het daarentegen fout gaan, dan werkt het ook misschien meteen de andere kant op. Dus dat is dan weer het grote nadeel. Ja, ja, want we kennen, tenminste de wat oudere beleggers kennen de voorbeelden van Hives natuurlijk wel. Hè, dat zo'n sociaal netwerk enorm kan groeien, maar ook van de een op de andere dag bijna, zeg maar, dat het op een gegeven moment weer om kan slaan. Dus daar zitten wel bepaalde risico's aan, waarbij misschien met bedrijven zoals een Tesla, waar heel veel kapitaal voor nodig is, die zullen natuurlijk gewoon minder snel kunnen worden overgenomen door een andere partij, dat soort markten. Omdat er natuurlijk gewoon grotere investeringen voor nodig zijn. Dus het is misschien ook wel qua businessmodel ook wel een andere dynamiek. Ja, nou ja, auto's is natuurlijk altijd, historisch gezien altijd een hele lastige markt geweest. Het is een beetje afwachten wat het de komende jaren voor veranderingen gaan plaatsvinden. Maar ik vermoed dat die auto's nog steeds kapitaalintensief zullen zijn. En daarmee een wat minder aantrekkelijke markt dan, om het te noemen, dan software bijvoorbeeld. Dus als je dan echt in zo'n soort groeimarkt zou zitten, dan zou bijvoorbeeld besturingssystemen voor auto's, waar Google bijvoorbeeld onderzoek naar doet. Maar ja, Tesla doet dat natuurlijk zelf ook. Maar dat is dan een veel interessanter niche als je dat zou kunnen domineren. Net zoals eigenlijk in de computertijdperk maakte ook de bouw van computers niet de grootste winsten, maar Microsoft natuurlijk. Dus ja, de software om dat soort dingen aan te sturen, dat zijn vaak de markten die nog aantrekkelijker kunnen zijn. Ja, want ik zelf, als je kijkt ook naar de koersontwikkeling van Berkshire Hathaway in vergelijking met de S&P 500, dan zie je eigenlijk dat Warren Buffett in de afgelopen decennia eigenlijk geen alpha heeft gehaald. Hij heeft dus eigenlijk niet de S&P weten te verslaan. Dan wordt de man natuurlijk wat ouder, hè? Hij is al dik in de 80, dus misschien ook wat minder snel. Of zou het kunnen zijn dat die trend voorbij is, of juist alweer een nieuwe trend tegemoet gaat, dat mensen uiteindelijk van groeiaandelen nu weer richting waardeaandelen gaan? Ja, het is altijd lastig te voorspellen wanneer dat kantelpunt is. Dus hebben we natuurlijk nu hadden we opeens zo'n harde correctie in de VAR. En dan zie je dus wel dat waarde het dan weer wat beter doet. Het lijkt nu ook toch wel weer een herstel te zijn. Netflix schiet toch opeens weer toch behoorlijk omhoog. Dus toch weer lijkt het toch misschien toch weer niet te gebeuren. Dus dat is altijd lastig. Maar ik denk dat zo'n aandeel als Warren Buffett heeft met Berkshire Hathaway, die heeft natuurlijk heel veel cash in huis. Dus een tijd dat het goed gaat, en de afgelopen 10 jaar is het heel goed gegaan, Dan blijven die aandelen wat achter, omdat ze eigenlijk wat minder risicovol zijn dan een aandeel met meer schulden. Veel bedrijven met grote schulden hebben natuurlijk heel erg geprofiteerd van die lage rente. En ik denk dus dat het ook wel een risico kan zijn. Bedrijven met te grote schulden, dat is toch wel een risico. Zeker nu je ziet dat hier en daar de rente zal oplopen. En bedrijven met veel schulden, schulden zorgen er eigenlijk voor dat alles wordt uitvergroot. Dus in goede tijden is dat heel positief, maar mocht het een keer tegenzitten, dan zijn dat soort bedrijven toch wel bedrijven met extra risico. Ja, nou, ik denk dat dat ook wel belangrijk is om een bepaalde trends te kijken. Ik hoorde een tijdje geleden iemand een mooie analogie maken van bijvoorbeeld Netflix, dat in tijden van de crisis in Brazilië het aantal abonnementen op Netflix enorm aan het stijgen was. De mensen dus in plaats van uit eten dan liever gewoon een abonnementje op Netflix nemen. Er zijn ook wel bepaalde trends die we ook wel zien en die op die manier natuurlijk ook wel elkaar kunnen opvangen, zeg maar. Dus als het slecht gaat, dat mensen meer naar Netflix kijken. Als we ervan uitgaan dat we wellicht een wat mindere periode zien, wat zijn dan aandelen waarvan je denkt van die zouden wellicht interessant kunnen zijn om te bekijken?
Nou ja, ik denk dat je dus moet kijken naar aandelen die in ieder geval niet cyclisch zijn. Dus nou ja, bijvoorbeeld autoproducenten zou ik dan dus zeggen, dure dingen, ja, dat wordt toch meestal wel nog wat uitgesteld. Dus daar zou ik dan van wegblijven. Maar meer nou ja, naar producten die bijvoorbeeld ja, goedkoop alternatief zijn voor. Neem zelfs net het voorbeeld van Netflix aan. Ja, is natuurlijk een goedkoop alternatief als je het vergelijkt met naar de film gaan of uit eten. Dus nou ja, goedkope alternatieven doen het vaak goed. En ja, verder zijn het ook altijd dingen die het goed blijven doen. Er zijn dingen die ja, niet cyclisch zijn. Denk bijvoorbeeld aan energieopwekking. Als je dus, of elektriciteitsnet, dat soort dingen. In Nederland is natuurlijk niet geprivatiseerd. Maar je hebt in heel veel landen zijn dat soort netten wel geprivatiseerd. Ja, dat zijn toch vrij steady inkomsten die ja, vaak gereguleerd zijn. En in tijden van crisis zie je overheden ook niet zo snel tornen aan dat soort afspraken. Want dan is er al genoeg aan de hand. En dan proberen ze juist de rust te bewaren. Dus dat zijn dan goede aandelen. En dan kijk je aan tegen bijvoorbeeld software. We hebben zelf software ontwikkeld waarbij je eerst een visie ontwikkelt op een bepaalde sector. Vervolgens gaat kijken welke aandelen binnen die sector actief zijn. En vervolgens door middel van een objectief criterium met software gaat analyseren welke aandelen er op dat moment koopwaardig zijn en welke niet. Hoe kijk je tegen dat soort ontwikkelingen aan? Ja, ik denk dat het heel goed is dat je nou ja, de tools die eigenlijk ja, de laatste jaren zijn ontstaan ook gebruikt. Vooral in ja, de selectie zijn natuurlijk heel veel aandelen. Heel veel trends en ja, wat zijn dan de juiste, wat is nou interessant? Ik denk dat je daarin heel makkelijk kan filteren door ja, de juiste filters toe te passen. En daarin kan software heel erg goed helpen. Dus ik denk dat het vooral helpt ja, in het soort filteren. En dan kan je daarna altijd nog op die ja, selectie die je dan overhoudt ja, een eigen analyse doen. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat mensen het gebruik maken van de meest moderne technologie. Ik hoorde een tijdje geleden ook iemand zeggen dat de rekenkracht van een mobiele telefoon op dit moment groter is dan wat er aan een computer aan boord was om de raket op de maan te krijgen. Ja, dus we gaan uiteindelijk steeds meer gebruik kunnen maken van de huidige technologie. En ik denk dat het voor de meeste particuliere beleggers ook een mogelijkheid geeft om net als een professional gebruik te kunnen maken van de meest moderne technologie. Hoe zie je die ontwikkeling? Ja, ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is, in ieder geval voor de particuliere, wat kleinere beleggers. Ja, vroeger was dat soort technologie natuurlijk ook allemaal heel duur. Het was er eerst wel, het is natuurlijk al een tijdje, maar ja, het begint nu ook echt steeds ja, makkelijker en toegankelijker te worden ja, voor beleggers. En ik denk dat het heel goed is, want daardoor kunnen ze ja, beter hun eigen risico's eigenlijk inschatten. Je ziet toch dat veel beleggers eigenlijk de fout ingaan dat ze ja, bepaalde risico's niet zien, omdat ze ja, de tools niet hebben om die ja, risico's zichtbaar te maken. En dan ja, komen die risico's ja, die komen pas aan de oppervlakte als het eigenlijk te laat is en er grote verliezen worden geleden. Er kunnen bepaalde risico's zichtbaar worden die je misschien anders zelf niet had gezien. Dus ik denk dat software daar ja, beleggers heel erg kan helpen. En dat is ook steeds meer toegankelijk ja, voor de kleinere beleggers en het is steeds goedkoper. Dus ik denk dat het ook ja, zeker tools zijn waar beleggers ja, steeds meer gebruik van gaan maken. En ook ja, er goed aan doen om daar gebruik van te maken. Omdat het ze gewoon kan helpen betere beslissingen te maken. Ja. Ja, en ik vergelijk ook vaak hè, dat mensen als particuliere belegger het veld opkomen en het moeten opnemen zeg maar, tegen bijvoorbeeld het Nederlandse elftal. Nam ik vroeger als voorbeeld, het is nu niet meer zo'n goed voorbeeld geloof ik, maar het Franse elftal. En wat professionele beleggers verdienen, dat moet iemand anders verliezen. En op het moment dat jij het in je eentje moet opnemen tegen zo'n professioneel elftal, hè, de JP Morgan's, de Morgan Stanley's, en je hebt niet de juiste tools, je hebt niet de goede strategie, dan is het redelijk voorspelbaar wie de wedstrijd gaat winnen. Ja, dat klopt. Er is natuurlijk, als kleine belegger heb je waarschijnlijk minder tijd en minder specialisatie. Maar aan de andere kant, je hebt ook voordelen als kleine belegger. Je kan je echt richten op wat jij interessant vindt, waar jij denkt echte kennis te hebben. En je hebt natuurlijk het voordeel van tijd. Heel veel professionele vermogensbeheerders worden per kwartaal afgerekend. En doen ze het een kwartaal of twee niet goed, dan verliezen ze mogelijk hun baan. Als jij je eigen geld belegt, bepaal je zelf of je ermee stopt of niet. Dus dan heb je die druk wat minder. En dat kan je ook als voordeel gebruiken door af en toe wat richten op een langere termijn. Of bijvoorbeeld een langere trend. Als je denkt, dit is echt een groeitrend die in de komende 5 of 10 jaar belangrijk is, dan kan je daarop inspelen. En heb je niet het risico dat je ontslagen wordt. Nee. Misschien alleen door je vrouw, dat je niet meer mag beleggen als je te veel geld hebt verloren. Ja, dat moet natuurlijk, ook als je een bepaalde strategie kiest voor een bepaald doel, moet je niet de risico's te groot laten worden. Ik bedoel,
risico's moet je beperken. En je moet ook je verliezen beperken. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de verliezen te ver oplopen. Ik denk dat de meeste mensen dat toch minder goed doen. En juist inderdaad met hefboommerken. Een mooi voorbeeld is denk ik ook dat recent de aanbieders van CFD's moeten publiceren hoeveel procent van hun klanten geld verliest. En ik geloof dat bijvoorbeeld bij plus 500 of zo 90% van de particuliere beleggers ook gewoon structureel verlies maakt. Hoe voorkomen we eigenlijk dat de meeste particulieren dan op een gegeven moment door gebrek aan geld hun hobby moeten opgeven? Ja, ik denk dat de beleggers moeten goed realiseren dat er eigenlijk twee dingen zijn. Natuurlijk, beleggen kan heel leuk als speculerend zijn, bijna als gokken. Dan plus 500 is natuurlijk een ideaal platform, lage instap. Kan makkelijk veel risico's nemen, maar je hebt ook kans op veel verlies. En veel beleggers verliezen dan ook hun geld. Als je dat leuk vindt, moet je dat vooral doen. Maar doe dat ook niet met je gehele portefeuille. En probeer ook gewoon wat meer gewoon je vermogen op te bouwen door gewoon wat defensiever te spelen. En als je dat speculatieve toch heel graag wil doen, probeer dat dan te scheiden van de portefeuille waar je echt met groot geld aan het spelen bent. Ja, ik denk dat inderdaad dat je het misschien het onderscheid moet maken tussen een hobby, en een hobby mag wat kosten, en dat je serieus met je geld moet bezig gaan. En ik denk dat dan ook gewoon belangrijk is dat je dus investeert in jezelf, in je kennis, om de juiste strategieën op te doen. Ken jij bepaalde strategieën die jij erg interessant vindt voor particuliere beleggers, waarmee je zegt, kijk daar eens naar, momentumstrategie, groei, waarde, dividendstrategie. Wat zijn dingen die voor jou interessant zijn? Ja, ik vond het inderdaad mooi dat je het aanhaalde. Jaap van Duinzen ook al. Het is het belangrijkste eigenlijk dat mensen vooral hun eigen huiswerk doen. En het is heel belangrijk als mensen gewoon eigen kennis hebben. Dan zijn ze ook minder afhankelijk. En dan, als het even tegen zit, dan kunnen ze ook inschatten. Is het een fout in mijn analyse? Of is het gewoon een tijdelijke dip? En moet ik misschien blijven zitten of misschien wel bijkopen? Dan, het is belangrijk dat je die eigen kennis hebt. Persoonlijk ben ik echt begonnen met beleggen. Met waarde beleggen. Dus defensiever. En heeft uiteindelijk geen defensieve resultaten opgeleverd. Dus daar ben ik steeds zeer tevreden over die resultaten. Ik denk dat het ook een beetje bij je persoonlijkheid moet passen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je een strategie kiest wat past bij jou. Zeg maar. Want zit er tegen, dan moet jij in staat zijn te blijven zitten en geen paniek. Want met paniek, emoties zijn ook heel belangrijk in het beleggen. Dus je moet zorgen dat je emoties te belast blijft. En het helpt daarbij om een strategie te kiezen die goed bij jou past. Ja. Mooi dat je zegt. We hebben net een driedaagse training achter de rug. En op dag 1 beginnen we altijd eerst dat je voor jezelf een analyse maakt. Wie ben ik? Hoe zit ik in elkaar? Want heel veel particuliere beleggers die zoeken een strategie die ze interessant vinden. En gaan vervolgens proberen hun persoonlijkheid aan te passen aan de strategie. Terwijl het natuurlijk een stuk makkelijker is om een strategie te zoeken die past bij hun persoonlijkheid. Dus de stap over te slaan van wie ben ik? Hoe zit ik in elkaar? Wat voor type belegger ben ik? Is denk ik een hele belangrijke. Dus heb jij voor jezelf heel duidelijk nu bepaald van, ik ben zo'n soort belegger, dus dat waardebelegger past heel goed bij me? Ja, je blijft altijd zoeken naar een betere match. De laatste tijd proberen we met opties hier en daar wat andere risico's te nemen. Ook, ik kan ook een heel andere strategie dan alleen een stijging en daling inspelen met opties. Maar op zich, waarmee ik begonnen ben, dat waardebeleggen, dat past wel. En dat is eigenlijk wel het grootste deel van de portefeuille. En, het is meer met opties bijvoorbeeld. Je kan je af en toe wat defensiever opstellen. Wat in de sommige tijden zoals deze markt aantrekkelijk is. Ik weet niet of dat nu nog steeds het goede moment is. Natuurlijk, je hebt nu de volatiliteit is al opgelopen. Dus daarmee zijn opties ook duurder geworden. Dus je moet altijd oppassen van wat je betaalt om je in te dekken. Hoe kijk je op dit moment aan tegen de enorme groei van China? Of in ieder geval de groei die werd gerapporteerd. Er blijft altijd nog de vraag natuurlijk of die groei er echt zo is geweest. Hoe zie jij die ontwikkelingen? Van Duin schetsen die dat we in een 500-jarige cyclus zitten, waarbij we nu weer verschuiven van het westen naar het oosten. Hoe kijk jij aan tegen die verschuiving die op dit moment plaatsvindt? Ja, ik vind die hele lange termijn perspectief van 500 jaar lastig. Ik kan natuurlijk altijd zeggen, op een gegeven moment is het Westen heel erg opgekomen en dat gaat nu wat terug. Ik vind dat toch lastig om te zeggen. Ik zou daar niet zo lange termijn kijk ik eigenlijk niet. Ik kijk bijvoorbeeld wel weer, China is er denk ik ook wel echt opgekomen. Je ziet, mensen op vakantie zeggen, er is heel veel veranderd in toch een vrij korte tijd. Maar ik geloof in die hele opkomst geloof ik wel, maar de overname doet me toch een beetje denken aan de verhalen die je veel over Japan hoorde in 1990 begin ik. Toen werd het ook, zou alles naar Japan gaan. Was Japan natuurlijk ook een stuk kleiner land dan China is.
Maar ja, Japan heeft ook de wereld niet overgenomen. En ik denk ook dat China dat niet zal doen. Ik zie ook juist veel excessen in China. Als je kijkt naar de krediet- en de vastgoedmarkt daar, dan zijn dat echt ja, toch wel markten die, ja, die bijna ongezond zijn. En als je ziet naar de hoeveelheid staal en zo die naar China gaat, dan denk ik dat ook juist risico's zijn. Vooral voor, als je kijkt naar bijvoorbeeld Australië, dat is dan een land waar 25 jaar geen recessie is geweest. Dan worden we eigenlijk als schoolvoorbeeld en eigenlijk alles aangehaald hoe goed het wel niet is. Maar ik denk toch dat Australië bijvoorbeeld extreem heeft geprofiteerd van de hoge grondstoffenprijzen die zij aan China konden leveren. En daardoor heel welvarend zijn geweest en dat een hoop dingen heeft gemaskeerd. Je ziet nu bijvoorbeeld ook vastgoedprijzen in Sydney wat afnemen. En dat zou bijvoorbeeld een markt kunnen zijn die hard getroffen zou worden als China toch wat afzwakte. De laatste maanden hoor je toch ook minder goed nieuws. En dat is ook, ook door Trump wordt toch wel duidelijk ingezet op de ongebreidelijke groei van China. Dat het ook wel nadelen heeft gehad voor andere landen. Ik bedoel, China heeft toch een beetje ook deels onze groei meegepikt. Dat wordt dan gesuggereerd en het is misschien ten dele waard. Het is altijd last om daar echt precies de vinger op te leggen. Maar er wordt in ieder geval wel steeds meer tegen geageerd dat in China westerse bedrijven nauwelijks voet aan de grond krijgen. En andersom dan wel. Dus dat conflict dat broeit duidelijk. En het is maar te hopen voor de wereldeconomie dat we daar toch uit weten te komen. Ja, ja. Wat zijn op dit moment eigenlijk grote bedreigingen die je ziet voor particuliere beleggers? Ja, grote bedreigingen. Ja, het hangt een beetje vanaf wat voor dingen je belegt natuurlijk. Maar China is duidelijk een groot risico. Andere risico's in Europa vind ik soms nog wat overdreven. We hebben natuurlijk de Brexit, waar ik eigenlijk wel van uitga dat ze op een gegeven moment toch ophouden met zichzelf in eigen voeten schieten. Want dat zijn die Britten toch wel redelijk aan het doen, heb ik het idee. Ik verwacht eigenlijk dat in Europa er toch wel weer eens een keer wat herstel zou komen. Dus dat zie ik niet per se als een groot risico. Maar een groot risico zou ik zeggen China. Dat het toch op een gegeven moment fout gaat. Heel veel mensen daar zijn natuurlijk een stuk rijker geworden. Maar het is ook een soort ongemakkelijke overeenkomst met de overheid. Je hebt weinig persoonlijke vrijheid, maar daar krijg je economische groei voor terug. En dat is prima zolang het werkt. Alleen economische groei werkt meestal niet zo. Het is meestal geen rechte lijn, maar het gaat toch een beetje cyclisch. Mocht er daar een terugval komen in China, dan ben ik wel heel benieuwd hoe die situatie zich daar gaat ontwikkelen. Ja, ja. Ja, we denken dat daar ook wel bepaalde ontwikkelingen zijn. Bijvoorbeeld de gezichtsherkenning. Als je door het rode stoplicht loopt, dat je daarna gewoon geen hypotheek meer kan aanvragen. In hoeverre gaan mensen in China dat accepteren, dat ze zo erg door de overheid worden ingeperkt? En gaat dat zich uiteindelijk gewoon wreken? Of gaat, want de gemiddelde Chinees past ook wel een beetje aan, zeg maar, aan het collectief. Dus in die zin, Het is natuurlijk een hele andere cultuur, dus het is een beetje afwachten. Maar je hebt wel duidelijk het idee, kijk, als lang het allemaal heel goed gaat economisch gezien, is er natuurlijk weinig fundamentele reden tot klagen. Ik bedoel, als je heel veel mensen die herinneren zich nog goed dat ze 20 jaar geleden heel arm waren daar. Dus die zien het is een stuk beter geworden. Maar mocht het nou weer de verkeerde kant op gaan, dan neem je dat soort ongemakken misschien wat minder snel voor lief. En ook los daarvan, zonder dat er onrust is, is er natuurlijk wel het heeft een heel groot land, heel grote economie geworden. Ja, waar gewoon heel veel bedrijven deels afhankelijk van zijn. Je ziet nu ook bij Apple bijvoorbeeld, als de telefoonverkoper daar tegenvallen, wordt de koers hard afgestraft. Dus het geeft gewoon grote invloed. Ja, ja. En onder andere ook op de centrale banken volgens mij. Want ik geloof dat de Zwitserse centrale bank groot aandeelhouder is in Apple. Hè? Die heeft heel veel Apple aandelen gekocht. Dus die gaan natuurlijk ook uiteindelijk wel gaan ze het voelen. Hoe kijk je aan tegen dat soort risico's? Want ik vind het niet een gezonde situatie persoonlijk dat de Zwitserse Centrale Bank zo'n groot aandelenpakket Apple heeft gekocht. Nee, ik vind dat een heel, heel gekke situatie eigenlijk. Vooral van de Zwitserse Centrale Bank. Dat staat toch een beetje historisch bekend als eigenlijk de veiligste centrale bank. Dat gevoel heeft iedereen eigenlijk nog steeds wel. Maar in de tussentijd is Zwitserland eigenlijk misschien wel het raarste monetaire beleid ter wereld aan het voeren. Ik bedoel, Japan komt natuurlijk dichtbij, ook raar beleid. Maar het valt op sommige redenen met zo'n ouder wordende bevolking nog wat beter te begrijpen. Natuurlijk eerst die gekke devaluatie, die schok en nu aandelen kopen. Je vraagt je af waar ze daarmee bezig zijn. Aan de andere kant denk ik, en dat vind ik dames zo typisch dat het in Zwitserland gebeurt, denk ik in sommige centrale banken ook niet echt een keuze hadden. Als je kijkt, in Europa hadden we een eurocrisis. In Nederland bijvoorbeeld, we zeggen altijd, in een economische crisis moeten we investeren. Maar we hebben allemaal, weten we nu dat we hier enorm huizentekort hebben. Ja, dat komt omdat we in de crisis niet gebouwd hebben. Dat is deels regeringsbeleid geweest. Dat had voorkomen kunnen worden, is niet gedaan. Daardoor is de crisis dieper geweest dan
noodzakelijk. En ik denk af en toe wel van, als de centrale banken niet nog heel veel miljarden hadden bijgedrukt, dan was die crisis misschien nog wel een stuk dieper geweest. Ja, we zitten nu natuurlijk met een wat grote balans opgeschreven en dat moet opgeruimd worden. Maar in ieder geval economisch gezien loopt het nu weer goed. Dus het is maar te hopen. Ja, er is een hoop schulden opgebouwd, maar historisch gezien blijkt altijd dat je eigenlijk nooit uit schulden bezuinigen. Dat is landen eigenlijk nog nooit goed gelukt. Dus kijk naar Griekenland. Die schuld die groeit op een gegeven moment niet zo hard meer. Maar ja, als de economie enorm krimpt, dan neemt de schuld ten opzichte van het bruto binnenlands product erg toe. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is dat de economie in Europa weer wat gaan groeien. En dan op die manier, dat de schuld op die manier wegsmelt. Nou, een opmerking die Jaap van Duin onder andere ook maakt, is dat we nu meer schulden hebben dan voor de schuldencrisis. Zie je dat ook als een risico? Ja en nee. Er zijn wel veel schulden, vooral overheden met veel schulden natuurlijk. Al zijn die wel de laatste jaren in Europa bijvoorbeeld dat afnemen. Nou, in Amerika, door het beleid van Trump, schiet de overheid schuld natuurlijk nu steeds sneller weer omhoog. De overheid is daar ook dicht, dus daar zijn wel echt zorgelijke trends. Maar in Europa vind ik dat nog redelijk gaan en zijn bedrijven ook niet zo bezig geweest met het inwisselen eigenlijk van eigen vermogen voor schulden. Dat hebben ze in Amerika nou heel erg gedaan door eigen aandelen in te kopen met geleend geld. Die excessen zie ik in Europa wat minder. En puur economisch gezien, de consumenten in de meeste westerse landen zijn eigenlijk best voorzichtig bezig. In Europa zijn de meeste consumenten nog steeds allemaal bezig met het afbouwen van schulden. En ook in Amerika is de economie zo gegroeid en die huizencrisis, dat die schulden relatief laag zijn. De rente zijn ook laag, dus de schulden zijn niet eens voor de consument niet zo hoog en ook nog goed betaalbaar. Dus voor de consument zie ik weinig risico. Bij bedrijven zit er wel veel risico. Veel bedrijven hebben toch wel gebruik gemaakt van die goedkope leningen om te kunnen groeien. En mogelijk in vastgoed zit ook wel een risico, want veel mensen kopen toch een huis omdat die hypotheek wel goedkoop is. Stel, de hypotheek zou 4-5% zijn, dan zouden mensen denk ik toch anders nadenken over de prijs van een huis. Al blijkt dat nu in Nederland zie je dat er bijvoorbeeld valt. De rente is eigenlijk niet eens meer de grootste component. De grootste reden dat mensen een huis nog niet kunnen kopen is gewoon niet meer de hypotheek niet meer mogen krijgen van de bank. En dat zit dan, de grootste component is in de kosten per maand, wat toch eigenlijk belangrijker is dan de rente. Al zou de aflossing natuurlijk niet mee worden genomen, maar uiteindelijk in je maandlasten is het wel zo. Dus de aflossing is steeds meer een beperkende factor bijna dan de rente. Dat is natuurlijk een hele gekke trend. Normaal zou je zeggen dat de rente de belangrijkste factor is. Ja, mocht de rente dus hard oplopen, dan zijn sectoren met veel schulden natuurlijk een groot risico. Maar of de centrale banken nou echt de rente heel ver zullen laten oplopen, terwijl de situatie zo is, dat is natuurlijk blijft een beetje afwachten. Het is in ieder geval te hopen dat ze in ieder geval de economie weer wat weten te groeien zonder extra schulden te maken. En in dat geval is toch China toch wel nog een grotere zorg voor mij. Daar zie je schulden hard oplopen met harde groei. Maar de schulden mogen nog harder, dus dat vind ik toch een zorgelijkere trend. Als je groei financiert met schulden, dan is dat per definitie tijdelijk, want die schulden kunnen niet tot in het einde harder blijven groeien. Dus dat is vooral een grote zorg voor mij. Ja, want de huizenmarkt, want je ziet de afgelopen dagen in ieder geval ook weer wat rapporten van ABN AMRO bijvoorbeeld verschijnen. Ik kijk zelf ook naar een huizenprijs in Amsterdam van gemiddeld 500.000 euro. Wat ik toch een klein beetje van opkijk, zeg maar, als je maar 5 keer je inkomen, modaal 30.000, dus je mag met een modaal inkomen 150.000 euro lenen en een huis kost gemiddeld 500.000 euro. Zie je dat niet als een mogelijk probleem dan ook als de rente op gaat lopen? Ja, dat is wel degelijk een probleem, maar je moet niet vergeten dat de huren ook erg hoog zijn. En er zijn natuurlijk veel tweeverdieners. Ik heb zelf ook net een huis gekocht, toevallig in Utrecht. Prijzen lopen inderdaad op, maar met tweeverdieners zijn er veel dingen ook nog wel te betalen. En zeker niet duurder dan als je huurt. En als je huurt, dan kan je rekening houden met toch wel huurverhogingen. Terwijl als je voor langere tijd goedkoop leent, stel je koopt een huis en je legt het voor 30 jaar vast, dan kan die rente wel oplopen in de tussentijd, maar dan zal dat jou niet treffen. En met 30 jaar vast betaal je natuurlijk meer, maar dek je tegen dat soort risico's in. En is het nog lager, als kortere termijn dan betaal je weer minder rente. Dus dan is het wel zaak dat je misschien wat geld achter de hand houdt van mochten die kosten stijgen, dat is natuurlijk dan een duidelijk risico. Maar daar kan je tegen indekken. Ja, ja. Heeft natuurlijk ook wel invloed natuurlijk uiteindelijk niet alleen op jouw eigen situatie, maar ook wel op bijvoorbeeld consumentenvertrouwen, consumentenbestedingen. Hè? Op het moment dat natuurlijk gewoon rente op zou gaan lopen, staat natuurlijk op dit moment historisch laag. Ik kreeg van de week ook weer een mailtje van SNS Bank dat mijn rente nog verder werd verlaagd. Ik wist niet dat het komt, maar nog even en dan gaat onder nul.
dat heeft ook wel ook invloed uiteindelijk gewoon als een huizenprijs zou gaan dalen uiteindelijk op het totale consumentenvertrouwen, consumentenbestedingen. En daardoor dus ook op de economie en dus ook op de waarderingen van bedrijven en dus ook op de aandelenkoersen. Ja, nee, dat klopt. De dalende huizenmarkt is natuurlijk zeer slecht voor het sentiment onder huizenbezitters. Ik vond het ook opvallend dat de NVM laatst zei van, nou, een kleine koersdaling zou wel positief zijn. Ik bedoel, de huizenprijzen stijgen nu in sommige steden nog steeds met 8% per jaar. Dat is natuurlijk vrij waanzinnig veel, zeker. Dus ik zeg niet dat 8% gezond is, maar ik zou ook vooral niet willen zeggen dat een koersdaling gezond is. Ik denk dat ook nog wel klappen zou geven. Ik vind het ook opvallend dat eigenlijk vastgoed, als je nou zegt naar een trend, dat dat echt weer populaire beleggingen geworden is. Je ziet het zeker in Amsterdam door internationale beleggers, deels door de lage rente, maar ook particulieren die toch een huisje kopen voor de verhuur. Ik zou toch zeggen, kijk dan toch naar aandelen. Dan zijn aandelen vaak toch nog een stuk voordeliger gewaardeerd en ook nog een stuk meer liquide. Dus ik bedoel, het is natuurlijk, je moet aandelen niet kopen met het idee dat je ze morgen kan verkopen. Maar doorsnee kan het wel een stuk makkelijker dan een huis en zit je ook een stuk minder kosten vast. Dus wat dat betreft, als een liquide investering, is het in ieder geval een stuk meer liquide dan vastgoed. Ja, ja. Nee, ben ik het met je eens. En hier noemen we het ook eventjes bijvoorbeeld ook gewoon beleggen in grond. Dat is ook iets waarvan ik in ieder geval heb gezien dat het in de crisistijd de enige asset was die in waarde steeg. Hoe kijk je aan tegen dat soort zaken? Grond blijft natuurlijk in Nederland schaarser. Nederland wordt niet groter. Er komen wel steeds meer mensen hier. Hoe kijk je daar tegenaan als belegger? Nou, ik ben in het algemeen sowieso heel erg fan van het kopen van meer productieve bezittingen, zou ik maar zeggen. Dus ik zou niet zo snel een goudklompje kopen, maar koop dan eerder een goudmijn die dat goud produceert, afhankelijk als ze voor dat redelijke waardering kan kopen. Maar grond valt dus heel erg typisch in de categorie productieve bezittingen. Het is vrij veilig, als het goed is. Hangt er een beetje vanaf. Je kan stellen, het groeit in de lange termijn, groeit het wat, stijgt met de inflatie mee, misschien wat sneller. Maar aan de andere kant hangt ook weer vanaf, wat levert het op? Op wat voor koers-winst-verhouding koop je het, zeg maar. Hoeveel moet je betalen voor hoeveel winst, zeg maar. En dat is ook een beetje wat ik met huizen heb. Ik bedoel, veel mensen financieren huizen natuurlijk met een hele grote hypotheek die heel laag, of een schuld die heel laag is. En daardoor lijkt het rendement mooi. Maar als je puur op het rente, als je het niet met schulden zou kunnen financieren, is rendement helemaal niet zo goed. En het gebruiken van veel schulden, dat is gewoon een soort hefboom die in goede tijden goed uitpakt, maar in slechte tijden slecht. En ik denk dat mensen zichzelf af en toe verkijken op alleen maar de positieve kant van zo'n hefboom. Dus grond is een productieve bezitting, zijn zeker interessant, maar je moet ze ook niet kopen met te veel schulden, want dat is gewoon een groot risico. Ja, ja. En ik denk dat de meeste particuliere beleggers ook al automatisch al overwogen zijn in hun bezit, omdat ze natuurlijk ook al een eigen woning bezitten. En daardoor ook al, behalve in Amsterdam, dan heb je erfpacht, maar de meeste hebben ook een stukje grond bij hun huis gekocht. Dus daardoor ook al een stuk geïnvesteerd in vastgoed. Dus het is denk ik niet voor iedereen. De meeste consumenten hebben relatief veel natuurlijk in een woning zitten. De meeste zijn eigenlijk twee dingen waar de gemiddelde Nederlander in zit. Dat is een huis. En voor de rest hebben we een waanzinnig goede pensioenregeling vaak. Dus die wordt dan nog vaak ook nog in obligaties gestopt voor een groot deel. Dus een extra component in aandelen zou voor de meeste mensen zeker geen slecht idee zijn. Zeker gezien de huidige waarderingen vind ik het vergeleken met bijvoorbeeld obligaties best aantrekkelijk. Zeker, ik vind eigenlijk, als ik naar de markt kijk, hebben de centrale banken de obligaties gewoon heel, heel duur gemaakt. In ieder geval de rente erop heel laag. En die rente heeft eigenlijk, dat is toch een beetje het alternatief. Iedereen vergelijkt uiteindelijk de investering met wat ze op een spaarrekening krijgen. Of misschien een 10-jaars Nederlandse staatsobligatie. Dat is eigenlijk hetzelfde, dat is allebei vrijwel nul. Doordat dat nul is, wat is dan een huiswaarde? Je zegt, als ik 2% op een huis kan krijgen, dat is een heel stuk meer dan nul. Maar dat wil nog niet zeggen dat 2% wel genoeg is voor het risico dat je loopt. Dus dat is echt een duidelijke component. En ik vind eigenlijk dat bij aandelen is dat nog misschien wat minst doorgeslagen. Omdat dat toch voor veel mensen toch wat verder van hun bed staat. En misschien wat risicovoller is. De crisis heeft natuurlijk hele zware verliezen opgeleverd met aandelen. De huizenmarkt heeft natuurlijk ook klappen gehad. Maar de aandelenmarkt, dat ging toch allemaal nog net wat harder. Dus je ziet toch dat mensen daar nog wat huiverig op zijn. Zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld de financials of zo. Dat is eigenlijk iets wat veel mensen nog gewoon niet durven aan te raken. Omdat ze zo erg soort bijna trauma hebben opgelopen in de crisis. En ik denk toch, meestal is de volgende crisis altijd weer anders dan de vorige. Want mensen herinneren zich die vorige crisis nog heel goed. Dus die vorige crisis, die onthouden we wel. En we nemen allerlei maatregelen om te zorgen dat die crisis niet meer komt.
Maar daardoor komt de crisis op een gegeven moment weer ergens anders te liggen. En dan zullen we weer een ander soort crisis mee gaan maken. Ja, hij is altijd weer anders. Dus wat dat betreft, daarop voorbereiden is denk ik inderdaad gewoon heel erg lastig. Zijn er nog andere gevaren die jij ziet voor een particulier belegger waarvan je ziet van hey, daar gaat het nog eens een keer mis met particulier beleggen, waar je mensen voor zou willen behoeden? Nee, ik vind dat er zijn natuurlijk bepaalde dingen die je controle over hebt als particuliere belegger. En eentje waar je in ieder geval de meeste controle over hebt, zijn de kosten. Er zijn veel beleggers die maken gewoon te veel kosten. Het kan door te duur vermogensbeheer zijn of te veel handelen. Dure abonnementen op informatiediensten, het kan zo gek niet op. Maar kosten kan je in de hand houden en de kosten gaan af van je rendement. Dus hou goed rekening met die kosten. En ook geen irreële verwachtingen van de winst. Ik bedoel, aandelen hebben dat heel goed gedaan als je dat lange termijn kijkt. Kijk je naar 20, 30 jaar, dan is het eigenlijk geen enkele periode te vinden dat aandelen het minder goed hebben gedaan dan bijvoorbeeld obligaties. Maar dan heb je wel die lange periode nodig en ook in die lange periodes stijgen aandelen niet gemiddeld met 15 of 20% per jaar over een langere periode. Dus verwacht ook niet zo'n rendement, want dat is gewoon niet realistisch. Zelf topbeleggers halen dat soort rendementen niet. Dus focus je en ben realistisch in wat je doelen zijn en hou de kosten laag zodat die doelen ook haalbaar zijn. Ja, ik ben het ook helemaal met je eens. Dat aandelen in die zin een heel interessante sector zijn om in te beleggen. Professor Jeremy Siegel heeft er ook een mooi boek over geschreven, Stocks for Long Run. En laat erin nog heel mooi in de grafieken zien dat eigenlijk over de afgelopen 200 jaar aandelen per definitie altijd het meeste rendement opleveren, maar eigenlijk ook het laagste risico kennen. Hè, we zien bij de goudprijs en andere commodities of obligaties nog eens een keer wat grotere schokken. Vergoedingen op obligaties op dit moment ook gewoon rond nul. Dus dat kan eigenlijk ook alleen maar misgaan, hè, als de rente op gaat lopen en de koersen naar beneden gaan. Dus in die zin zijn aandelen denk ik voor de meeste beleggers natuurlijk wel gewoon ook de basis denk ik van hun portefeuille. Dat zou ik wel aanraden. Ik vind het altijd typisch als je obligaties ziet. Als je iemand aanbiedt, zie je altijd een grafiekje van de afgelopen 20 jaar en dan zegt bijna hetzelfde rendement. Maar ze vergeten even erbij te vermelden dat die rente op die staatsobligaties heel erg gedaald is en nu op nul staat. Dus het toekomstige rendement op een 10 jaar staatsobligatie is gekoopt en het rendement in Nederland, als je Nederlandse staatsobligatie is nul. Dan ben je heel gek als je verwacht, als je houdt hem 10 jaar vast, dat je een ander rendement krijgt dan 0%. En reëel is dat dus gewoon min 2% per jaar. Dat is geen best rendement. En ik denk dat beleggers in obligaties daar heel erg rekening mee moeten houden. En ook beleggers die schulden gebruiken, er heel erg rekening mee moeten houden dat ze mogelijk, als die schulden in de toekomst ook willen gebruiken, misschien wel een stuk meer kwijt zijn. Dus dat is in ieder geval een risicocomponent is. En aandelen hebben het voordeel dat mocht er eens een keer inflatie komen. En dat is toch eigenlijk de enige manier waarop je makkelijk van veel schuldenbergen afkomt, is groei en inflatie. Dus willen we ooit van die schuldenberg af, dan zullen we inflatie moeten gaan hebben. En dan zijn bedrijven in staat de prijzen te verhogen. Die zeggen, alles is gestegen, ik moet meer loon betalen, dus ik verhoog de prijzen van mijn producten ook. Maar met je langlopende obligatie zit je dan vast en dan misschien krijgen we nog wel weer in de komende 20 jaar ergens een inflatie van 10%. Ik weet het niet, ik ga niet zeggen dat het zo is, maar ik sluit het ook niet uit. Dan zit je wel mooi fout met je obligatie die lang loopt. Dus dat is een groot risico, denk ik. Wat je met aandelen wat minder hebt in tijden van inflatie. Ja, je ziet toch, centrale banken hebben een hoop bijgedrukt. Het heeft niet tot inflatie geleid. Ik ga niet zeggen dat er nou enorme inflatie komt, maar ze streven naar 2%. Dus laten we ervan uitgaan dat ze dat in ieder geval wel gaan halen op de lange termijn. Je gaf net ook aan renteontwikkeling. Dat zou natuurlijk een impact kunnen hebben ook op de obligatiebeleggers. De obligatiemarkt is natuurlijk vele malen groter dan de aandelenmarkt. Dat zou er wellicht dan ook voor kunnen zorgen dat mensen uit obligaties gaan en in de aandelen. Hoe zie je die ontwikkeling? Ja, dat is natuurlijk wat lastig. Normaal gesproken bewegen aandelen en obligaties altijd mee tegengesteld. Daarom werd het lange termijn met altijd een spreiding tussen aandelen en obligaties als een goede portefeuille gezien. En nou staat die obligatiemarkt eigenlijk historisch laag en behalve hier en daar wat Amerikaanse obligaties zijn obligaties eigenlijk niet echt een alternatief natuurlijk nu voor aandelen. Het is bijna een soort ballast, het verwachte rendement is nul en lange termijn loop je vooral veel risico's voor bijzonder weinig rendement. Dat is een risico zou ik maar zeggen. Dus je moet eigenlijk een soort andere soort portefeuille samenstellen om dat gat wat die obligaties hebben geslagen, op te vullen. Dan kan natuurlijk op verschillende manieren denken aan
grondstoffen of misschien een huis of echt een beetje, zoals we zeiden, land, dat soort achtige bezittingen. Maar het kan natuurlijk ook met opties. Ja, nou ja, dat is ook een beetje mijn ding wat ik heel erg leuk vind. Bijvoorbeeld, je koopt aandelen en je schrijft daar bijvoorbeeld een straddle op, deep in the money, waardoor eigenlijk het risico veel lager is en je wel een heel mooi dividendrendement haalt door het verlagen van je investering. Hoe kijk je aan tegen dat soort strategieën? Het hangt er een beetje vanaf wat voor beleggers ze doen. Ik denk dat veel beleggers soms een beetje de kennis ontbreken. In ieder geval daar eerst belangrijk is dat ze zich eerst realiseren wat ze doen voordat ze het gaan doen. Dat is toch wel denk ik wat vaak fout gaat bij opties. Dat mensen gewoon beginnen met aandelen, is toch het, als je de aandelen begrijpt, stap dan over. Maar dit soort strategieën kunnen wel heel goed zijn om bepaalde risico's in te dekken. Of een bepaald soort extra dividend uit je portefeuille te halen. Je moet altijd realiseren, dat soort strategieën zijn nooit risicoloos. Ik bedoel, ze dekken altijd bepaalde risico's af, maar je gaat ook waarschijnlijk altijd weer bepaalde risico's aan. Dan moet je je goed van bewust zijn, maar als je goed bewust bent van die risico's, dan zijn dat interessante strategieën om je rendement te verhogen. Ja, ja. Dat is eigenlijk bij alle interviews die we hebben gedaan, eigenlijk ook alweer altijd de conclusie van ga eerst investeren in de kennis, investeren in jezelf. Ga niet zomaar wat doen. Ga ook niet zomaar luisteren naar andere mensen wat je moet doen. Zorg ervoor dat je over de juiste kennis zelf gaat beschikken. Voor je daadwerkelijk met je geld dat gaat doen. Probeer het ook eerst op papier. Ik denk dat dat ook wel een van de strategieën is die je aanraadt. Dat mensen eerst investeren in zichzelf, dan in theorie en dan pas in de praktijk gaan doen. Ja, op papier proberen kan natuurlijk ook onderdeel zijn van het leren. Het hoeft niet per se in volgorde te zijn. Dat kan ook tegelijkertijd. Maar ik wil voor mensen vooral waarschuwen om niet meteen te veel te doen zonder dat je de kennis hebt. Ik denk dat daar vooral de risico zit. Aan de andere kant moeten beleggers ook niet onderschatten dat als je het op papier kan, dat het in de praktijk toch nog wel even wat anders is. Vooral die emoties die we dan al aankaarten, dat is toch echt anders. Als je op je papieren account 10% verlies leidt, dan voel je toch een stuk anders dan als opeens 10% van je vermogen is verdampt. Als je vermogen wat is gegroeid, dan dat zo maanden werken zijn. Dus dan voelt het toch anders en dan krijgen mensen toch vaak een soort bijna fysieke reactie daarop. Dus dan moeten mensen ook misschien een beetje aan leren wennen. Dus begin misschien wat kleiner, niet meteen met alles en bouw dat een beetje op. Dan bouwt die weerstand tegen die emoties ook een beetje op. Ja. Ja. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je op die manier ook gewoon leert om te gaan met die emotie. Ook zorg dat je strategieën hebt en software hebt waardoor je emoties zoveel mogelijk kunt uitschakelen. Naar mijn idee is emotie nog steeds gewoon de grootste bedreiging voor het succes van een particulier. Dus ik kan me daar in ieder geval ook helemaal bij aansluiten. Zou je tot slot nog heb je nog wijze woorden voor de particuliere beleggers? Wat zou je ze willen meegeven tot slot? Ja, ik zou beleggers toch willen meegeven dat beleggen is eigenlijk vooral het nemen van risico's. En vooral het nemen van gecalculeerde risico's. Dus neem vooral risico's die je wel kan lopen. En denk er dan ook eens goed over na. Want misschien kan je misschien toch wel wat, door het nemen van risico's word je ook beloond, zeg maar. Dus zeker in tijden zoals nu met de hele lage spaarrente kan het best aantrekkelijk zijn om toch een deel van de portefeuille toch in het beleggen te steken. Denk er dan goed over na en neem niet te veel onbedachte risico's. Probeer niet te veel mee te gaan in hypes, maar probeer vooral een beetje je eigen koers te varen. Zoals u al zei, probeer je emoties dan uit te sluiten door bijvoorbeeld een vooropgezet plan te volgen. Of een bepaalde strategie die je emoties in ieder geval een beetje... zorg dat je emoties in ieder geval een beetje eruit houdt. Of in ieder geval zoveel mogelijk uit je belegging houdt. Mooi. Hartelijk dank voor dit interview. Ik denk dat het in ieder geval heel waardevol is geweest voor particuliere beleggers. Ik wil graag iedereen heel erg hartelijk danken voor het kijken naar dit interview. We hebben nog meer waardevolle interviews opgenomen. Dus als je deze nog meer wil kijken, onder deze video kun je aanmelden. En dan krijg je niet alleen de video's, de interviews die we hebben gedaan, maar ook alle toekomstige interviews automatisch toegestuurd. Nogmaals hartelijk dank en graag tot de volgende keer.